Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits met grote vangst bij verkeerscontrole. Donderdagavond en nacht werd er aan de Laan van Erica in Apeldoorn een uitgebreide politiecontrole gehouden. Aanvankelijk zou de controle om 8 uur 's avonds al van start gaan, maar door onbekende redenen werd dat ruim een uur later. De automobilisten werden naar de parkeerplaats naast de Amerikahal geloodst, waar de controle plaatsvond. Grote verkeerscontrole vanavond. Ik wou vragen waar let u op, maar ik kan beter vragen waar let u niet op. Ja, dat klopt. Twee keer per jaar organiseren wij zo'n grote controle. En daarbij letten we inderdaad op de staat van de voertuigen. Of mensen hun papieren bij elkaar, voor elkaar hebben. Of ze over de nodige documenten beschikken. Of alcohol wordt gedronken, want dat komt helaas ook nog te vaak voor. En verder werken wij samen met andere instanties, zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Die zijn hier aanwezig. Ik zag ze staan aan het begin van het stadion, ja? Ja, dat klopt. Collega's van de Belastingdienst. Die hebben een voertuig staan die kentekens scant. En mensen die nog vorderingen open hebben staan, die worden eruit gepikt en die worden door de Belastingdienst afgehandeld. Nou, houdt u ook vanavond een veiligheidscontrole? Wat mag ik me daarbij voorstellen? Klopt, er komt inderdaad nog veel voor dat mensen in bezit zijn van verboden wapens. En bij dit soort controles proberen we die te onderscheppen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, er kunnen messen zijn, andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt. Is daar een specifieke aanleiding voor of nemen jullie het gewoon mee in de controle? Nee, is niet een specifieke aanleiding voor, maar die nemen we gewoon mee in de controle. Bij de controle kregen 72 bestuurders een proces verbaal voor onder meer het onverzekerd rijden, het rijden zonder gordel, het rijden met gladde banden en het niet kunnen tonen van rijbewijs of kentekenbewijzen. 23 auto's zijn door de Belastingdienst in beslag genomen. Bij de snelheidscontrole op de Gildelaan en de Matenpoort werden 60 bestuurders op de bon geslingerd. De hoogstgemeten snelheid was 72 km per uur in plaats van de maximumsnelheid 50 km per uur.